rond de 300, dat is voor ons een normaal getal. Dus we waren dit jaar weer positief tevreden. Deze week, nou ik denk op een ochtend hadden wij al 12 flessen. Dus er zijn 12 van die kannen. Want dan gooi je fles in zo'n kan. Ja, wij komen uit het Elfenland en wij zorgen voor de seizoenen. Kan ik een foto maken met dat ding? Ik ben de Elfenkoningin. En ik heb de Elfenkoning deze week geholpen met het terugvinden van het spreukenboek. En de spreuken weer daarin. En het berouwen van de toverdrank. Waardoor de zomer weer terug was gekomen. Dus de winter, de herfst, de lente, de zomer. Meneer, daar zorgen wij voor. De werkgroep is dit jaar mijn 8e of 9e jaar. Ja, mijn totaalvrijwilliger is nu 14. Ik ben Jeske van de Ven, ik ben 13 jaar en ik ben vrijwillig bij de KNVW. Jan. Nou meneer, ik ben de Elfenkoning en ik heb dit jaar deelgenomen aan de kindervakantieweek in Enaren. Weet niet hoe vaak. Mijn naam is Danny Nieuwenhuis en ik ben werkgroeplid bij de kindervakantieweek Haren. Ik heb hobby's, dansen en ik tennis. En ik vind het ook gewoon heel erg leuk om met kinderen om te gaan en zo. En de werkgroep is een club mensen die de kindervakantieweek in Haren organiseert. Het was een beetje een raar thema. Normaal gesproken is het verhaal iets duidelijker. Dit keer was het dat er een elfje was en die wou het warm voor ons maken. Maar uiteindelijk kwam er winter. En toen kwam de elfenkoning en de elfenkoningin en die gingen ons helpen om het weer zomer te maken. Alleen dan uiteindelijk was het toch zo leuk om met de winter, dat ze toch een winterbraderie hebben gedaan. Ja, de club mensen waar wij dit mee mogen organiseren is zo gezellig. Gewoon gezellige kinderen, niet te druk af en toe en dan gewoon gezellig omgaan. Ook vrijwilligers waren echt gezellig. We zijn de laatste jaren heel erg op elkaar ingespeeld, waardoor het ook steeds makkelijker wordt om deze week te organiseren. En de sfeer in de week is gewoon super tof. Die is echt zo leuk. Nee hoor, mijn moeder organiseert het mee. Mijn oma die is bij de catering en mijn broertje en zusje doen ook gewoon mee. Nou, dat is mijn oma. Die helpt bij de catering. Anson de Ven. 10 jaar, denk ik ongeveer. Daar kwam hem de Enzo toen 4 jaar was en die mocht meedoen. En toen ben ik vrijgezond daarin gerold. Heel hard werken, maar het is hartstikke leuk en je hebt heel veel voldoening ervan gekregen van de kinderen. Altijd dankbaarheid. Die vinden het hartstikke leuk. Ik ga mee. Een hele gezonde, maar toen was de familie helemaal nog niet aanwezig hier toen ik begon. Om de Enzo die begon toen en toen waren het allemaal vreemde van mij, dus toen vroegen ze of ik mee wil helpen. Toen zeg ik ja, maar ik moet op Enzo passen, die mocht meedoen. Dus toen ben ik hierin gerold. Het waren het allemaal vreemden die ik eigenlijk, ja wel hars mensen, maar niet echt dat je zegt van die kenden of het is familie of, nee, of vrienden of zo, helemaal niet. Wij denken dat we kunnen spreken van een zeer geslaagde week. Het weer heeft natuurlijk super meegezeten en het programma zat weer goed in elkaar en alle blije snoetjes op het eind van de dag die tellen dan goed mee. Ja, we doen de week zelf, die houden wij op het terrein van Nemelaar. En daar worden de hutten gebouwd en de andere activiteiten uitgezet. En op vrijdagavond sluiten we de week af met een braderie. En die houden we op het plein bij het gemeentehuis, omdat we vinden dat het echt een dorps
feest mag zijn. Dus daarom doen we het midden in het dorp, zodat het voor iedereen toegankelijk is. Ik heb hele leuke herinneringen, ook gewoon met de vrijwilligers en alle activiteiten en alles. En ook gewoon bijvoorbeeld de braderie, net zoals nu. Ja, ieder jaar bedenken wij een nieuw thema. En dit jaar dachten we, wat gaan we doen, En uiteindelijk hebben we dus gekozen voor een winterthema. Daar heeft u helemaal gelijk in, want het was zo dat een elfje had helaas pindakaas. Die wilde de kinderen graag helpen. En die had de winter getoverd in plaats van de zomer. En ze wilden eigenlijk zorgen voor goed weer. En vandaar dat ze de hulp van de elfenkoning en de elfenkoningin hebben ingeschakeld. Omdat ze allemaal hier met de warme weer met dassen omliepen en mutsen op. En het was kerstbomen en ze hadden de kerstbomen versierd met de bekertjes van oranje. Dus we wilden nog meer. Ja, en dat is uiteindelijk goed gekomen hoor. We hebben prachtig weer gehad. Dus, Nou, we hebben dit feest voor de kinderen, doen we dit. Omdat ze ons zo goed geholpen hebben. Nou, u ziet, het is hartstikke druk, gezellig. Dus het gaat helemaal goed komen vanavond. Ik vind het echt heel erg leuk om te doen. En ik weet niet, ik vind het gewoon te gezellig om nee te zeggen. Nou, ik ben al, ziet u wel mijn lange grijze haren, nou mijn baard. Ik doe dit al een kleine 200 jaar, meneer. Ja, daar ga ik zeker even mijn best voor doen. Zodra ik ze heb gevonden, dan roep ik ze. En ook de koningin, die is er ook bij. En vanavond hebben we de winter weer teruggetoverd. Want de kinderen vonden het eigenlijk toch wel heel erg leuk, de winter, midden in de zomer. Want het begon maandag, toen was deze elf... heel stout geweest, want ze wilden eigenlijk de kinderen helpen door zeker van te zijn dat we heel mooi weer hadden deze week. Ja, ik was niet stout, maar ik wilde gewoon heel graag helpen. Maar het ging een beetje fout en de winter was gekomen, dus het was heel koud de hele week. En dankzij alle hulp van de kinderen hebben we toch weer zomer terug kunnen krijgen. Nee, dat was speciaal voor haar. Normaal gesproken bleven we in Elfenland. Heel erg geslaagd. Ja, super enthousiast. En ik denk dat de kinderen ook heel erg blij mee waren. Jazeker, ja, ze hebben echt super goed geholpen deze week. Dus dat gaat, als ze willen mogen ze ook komen.